Op Uitgedokterd, de laatste uitzending, werd verschillende malen gevraagd of het belangrijk is om een keurmerk in te stellen, zodat patiënten duidelijk weten waar ze heen kunnen gaan. Daarachter zit het idee dat complementaire en alternatieve geneeswijzen gevaarlijk zijn en je heel snel in foute handen zou kunnen vallen. Nou, dat keurmerk dat is er dus al, want Stichting IOCOP heeft de keuzewijzer ontwikkeld en u kan die op onze website downloaden als pdf-file, uitdrukken en meenemen. Als u dan naar een alternatief behandelaar gaat, kunt u die lijst meenemen met vragen en simpel checken of op die vragen ja geantwoord kan worden. Alleen bij een ja is het zinvol om met die therapeut verder in zee te gaan. Verder moet u weten dat op het internet bijna bij alle therapieën gezocht kan worden of er beroepsverenigingen zijn. En dan is het belangrijk om te kijken of dat een grote beroepsvereniging is, of ze accreditatiepunten geven en of ze nascholing geven. Heel simpel is zo uit te vinden of een bepaalde behandeling voor u de juiste is. En uiteindelijk kan u natuurlijk altijd op de IOCOP website kijken of die behandeling een stoplicht gekregen heeft. Rood en rood-oranje betekent niet handig om heen te gaan. En groen en groen-oranje betekent dit zou wel eens de juiste kunnen zijn. Het belangrijkste is tenslotte of het goed voelt als u met de behandelaar oog in oog zit. Is dat een arts of een behandelaar die u kan vertrouwen en waar u zich prettig bij voelt, dan is de kans op een goede behandeling veel groter als dat u op het eerste gevoel al meteen denkt van nou, dit zie ik niet zitten. Volg wat dat betreft altijd uw gevoel.